Hey toppers, good morning. Het is al maandag, nieuwe week. Super tof dat je weer luistert. En ik denk dat voor velen de vakantie voorbij is. Voor mij is in ieder geval de vakantie voorbij. Ik hoop dat je het niet erg vindt dat de vakantie voorbij is. Want dat betekent dat je iets mag doen aan je... Nou ja, dat is niet helemaal waar wat ik zeg. Want nee, natuurlijk kun je altijd extra van vakantie genieten. Maar als je echt heel erg baalt nu om weer aan het werk te gaan, dan neem dat gevoel eens onder de loep. En misschien betekent het wel dat je bepaalde keuzes mag gaan maken voor jezelf. Om ervoor te zorgen dat jij dat gevoel niet meer hebt op maandag of na een vakantie. Ik heb het in ieder geval nooit. Ik vind een vakantie heerlijk, maar ik heb net zoveel zin om weer aan de slag te gaan. En dan is de eerste dag dat we Julian dan open en oma brengen, vind ik dan wel weer even lastig. Maar als we eenmaal weer in het ritme zitten, is dat gewoon helemaal oké. Okay. Vandaag, love attraction en gezondheid. Ik kreeg namelijk een vraag binnen. En ze stelde die vraag ook ook als titel van, goh, misschien is dat wel iets voor je podcast. Heb ik nog een wedervraag gesteld? Heb ik op dit moment geen antwoord, nog geen antwoord op gekregen. Maar ik wil sowieso de mail eventjes aan je voorlezen. En vervolgens mijn take op die vraag met je delen. Wat zij namelijk vraagt is: een aantal maanden loop ik met vage klachten waar de huisarts in eerste instantie niet zoveel mee doet of kan. Behalve medicijnen uitproberen en het nog even aankijken. Ondertussen merk ik dat de klachten mij heel onzeker maken. Ik heb goede en slechte dagen. Soms ben ik, zonder dat ik er erg in heb, beland in doemgedachten over ernstige of ongeneeslijke ziekten. Als moeder, maar sowieso als mens, moet je daar natuurlijk niet aan denken. Maar feit blijft dat ik mij al maanden niet lekker voel. Dus ja, daar kun je ook je kop niet voor in het zand steken. Jouw tip en een story voor een affirmatie gebruik ik heel vaak. Mijn lichaam is gezond en fit en prima in staat om zichzelf te herstellen. Dat geeft moed. Dank je wel daarvoor. Door ons leven met corona merk ik ook dat elke klacht onder een vergrootglas ligt. Regelmatig vraag ik mij af of ik wel of niet naar die afspraak kan, of ik mij moet laten testen en dat soort zaken. Kerst niet naar mijn ouders gegaan, want fit voel ik mij niet en stel je voor dat het toch corona is. Terwijl mijn klachten tot nu toe steeds niets met corona te maken hebben gehad. Ik hoop dat je begrijpt waar mijn vraag of behoefte vandaan komt. Het heeft te maken met de behoefte vertrouwen te voelen in mijn lichaam. Nu ik mij vaak niet lekker voel of sowieso tijdens deze gekke tijd. Heb je tips? Ja, ik denk dat het herkenbaar is. Daarom wil ik hem ook delen. Ik heb nog eens wedervraag gesteld van: wat voel jij dat jij nodig hebt om dat vertrouwen sterker te voelen? Wat is het dat jou gaat helpen? Jij bent namelijk, ik vraag dit om... dat jij de enige bent die het antwoord heeft op die vraag. Dus ik stel die nu in het algemeen. Ik heb die teruggestuurd naar haar, degene die mij deze mail stuurde. Maar vervolgens wil ik dat je deze vraag ook voor jezelf beantwoord als je je herkent in deze situatie. Wat voel jij dat jou gaat helpen? Stel die vraag eens oprecht aan jezelf. Het antwoord zit er namelijk. Your inner being heeft het antwoord. En het gaat erom dat jij jezelf toestaat om te luisteren. Dat is de kern hiervan. Maar ik wil hier nog dieper op ingaan. Haar vraag gaat namelijk over vertrouwen. En ze merkt dat ze steeds opmerkt van waar ze nog niet is door de huidige situatie. Hè? En dan gaat het over waar ze nog niet is en verbeterde gezondheid. Want al die tijd blijft de gezondheid niet zoals ze graag zou willen. Dit kun je trouwens toepassen op allerlei verschillende onderwerpen. Maar ik pak nu specifiek gezondheid omdat dit naar aanleiding van die vraag is. Wat heel belangrijk wordt, en je kan het tweeledig aanpakken. En het ene proces heb ik al heel vaak gedeeld. En dat is namelijk het kleiner maken en letterlijk je verhaal gaan herschrijven. Een shift gaan maken in je waarheid. En niet zozeer de stap van, ik heb nu dit is mijn realiteit. Naar, ik ben volledig gezond, mijn lichaam is volledig in staat om zich te herstellen. Want heel vaak, je kan dit wel voelen. Of ja, nee, dat zeg ik verkeerd. Je kan dit wel zeggen. He, je kan dit wel uitspreken, maar echt diep voelen doe je het niet. Waarom weet ik dat? Omdat je anders een andere realiteit nu zou ervaren. Dus wat vaak het geval is dat die stap te groot is. Van waar je nu staat naar waar je naartoe wil. Wat heel erg helpt, is om het kleiner te gaan maken. Wat is iets wat jij nu wel kan geloven over jouw gezondheid, wat positiever is dan de huidige situatie? En al is het maar een inimini iets, en dat kan hem al zitten in dat jij kunt geloven... Dat jij bijvoorbeeld, hè, ik heb het vertrouwen. Ik vertrouw erop dat ik elke dag beter word in beter worden.
Ik vertrouw erop dat ik elke dag beter word in geloven dat mijn lichaam in staat is om zichzelf te herstellen. Dan zeg je niet ik ben er al, maar je spreekt uit dat jij erop vertrouwt dat jij een persoon kunt zijn die er elke dag beter in wordt. Dat is een heel groot verschil, want dat is een veel kleinere stap. En dit kan enorm veel uitmaken. Maar dit hoeft het niet te zijn. Het belangrijkste is dat jij die waarheid creëert. Dat stapje zet dat voor jou goed voelt. Dat jij kunt geloven. Dat is manier nummer 1. En daar heb ik al vaker over gesproken. Maar ik wil vandaag ook een tweede manier met je delen. En dit is ook waar Abraham Hicks heel vaak over praat. En wat vaak ook de weg van de minste weerstand is. Ook al denk je, ja, maar hoe kan ik dat nu doen? Want nu krijg ik nooit voor elkaar wat ik wil. Maar juist door het op deze manier aan te pakken, krijg je wel voor elkaar wat je wil en ook veel sneller. En dat is namelijk, ja, no-brainer. En misschien een enorme teleurstelling wat ik nu ga zeggen, maar je aandacht van het onderwerp compleet afhalen. Hoe kan dat nu als je continu gefeest wordt met, als je continu de realiteit ervaart van ik voel me niet lekker. Hoe haal je dan je aandacht van het onderwerp af? Kan dat? Ja, dat kan. Het is een kwestie van oefenen, jezelf trainen, hier elke dag beter in worden. Iets wat jij te graag wil en waarvan je continu opmerkt dat de situatie niet zo is zoals je graag zou willen, houd je in stand door er vanuit tekort op te focussen. En ja, ik snap het, als dit je nu realiteit is, datzelfde geldt bijvoorbeeld voor een financiële realiteit die niet is zoals je wil, maar door er continu op te focussen en door het continu te zien, hou je het in stand. En het beste wat je dan kan doen, is er gewoon niet meer over nadenken. Hetzelfde geldt voor een vraag die ik ook vorige week kreeg over huidproblemen. Meisje stuurde mij een bericht, zij heeft enorme huidproblemen. En zij zit ook continu, ze merkt op hoe de situatie is en dat die niet is zoals ze graag zou willen. En toen heeft zij gezegd, oké, ik ga de challenge aan, ik ga 3 maanden er niet meer op focussen. Nu vind ik dat je sowieso die tijd moet loslaten. Maar de intentie is, ik laat het los. En dan kan het er nog steeds zijn, maar dan kun jij de keuze maken om er anders mee om te gaan. Dus om letterlijk niet continu als jij daarmee geconfronteerd wordt, dus je kijkt in de spiegel bijvoorbeeld, of je merkt fysiek dat je niet bent zoals je graag zou willen, dan kun je daarvan balen, je kunt het opmerken, je kunt erop focussen waardoor het groter wordt, je kunt er aandacht aan besteden. Of je ziet het en je laat het meteen los en je focust op iets anders. En dit is echt een kwestie van trainen. Dit kun je oefenen. Dit is een kwestie van discipline hebben. En trust me, dit wordt steeds makkelijker op het moment dat je dit vaker oefent. Op het moment dat je dit kan namelijk, gaat je dit dienen voor de rest van je leven. Want er zullen nog wel vaker dingen zijn die je gaat opmerken in je nieuwe realiteit, die je niet fijn vindt, die je graag anders zou willen. En heel vaak is dan de weg van de minste weerstand en de manier waarop het snelste shift naar waar je wel naartoe wil, is om even de discipline te hebben om je aandacht er volledig vanaf te halen. Vanuit het volledige vertrouwen, want dit is een hele belangrijke die ik als extra aanvulling moet benoemen. Vanuit het vertrouwen dat er juist voor gaat zorgen dat je sneller krijgt wat je wil. Want heel vaak slaat de paniek toe. Ja, maar als ik er niet meer mee bezig ben, dan weet het universum niet dat ik het wil. Jawel, het universum heeft jou gehoord. Dit zit al lang in je vortex. Je hoeft er niet continu mee bezig te zijn. Al helemaal niet als je merkt dat je er continu vanuit een tekort, vanuit ik ben er nog niet mee bezig bent. Dus je focus afhalen van het onderwerp in zijn geheel is iets wat enorm veel voor je kan gaan betekenen. En nu niet zeggen dit kan niet, dit is moeilijk. Dit is iets wat ik kan oefenen en hier kan ik elke dag beter in worden. Laat dit je mantra zijn. Laat dit de affirmatie zijn die hierbij past. Sta jezelf toe om hier elke dag beter in te worden. En als het vandaag niet lukt, morgen niet lukt, dan probeer je het nog een keer. Iedere keer als je opmerkt dat het niet lukt, dan shift je op dat moment. En hoe vaker je shift, hoe sneller je ook zal shiften. En hoe meer hetgene wat je wel wil. Je nieuwe default modus, dus je nieuwe uitgangspunt zal zijn. Dit werkt zo enorm goed als jij jezelf gaat trainen. En wat Abraham Hicks ook altijd heel mooi zegt is, kies een frequency, dus kies een vibratie waar je op wil zitten en laat die leidend zijn. En op het moment dat het voor jou makkelijk is om je goed te voelen door ergens anders aan te denken, want er is altijd iets in je leven wat super goed gaat en waar je meteen blij van wordt,
dan is dat waar je op mag focussen en waar je over na mag denken. En als het goed is, geeft je dat ook meteen een goed gevoel. En dan heb jij, door daarop te focussen, wat je een goed gevoel geeft, heb jij de frequentie gekozen, de vibratie gekozen van je goed voelen. Op het moment dat je daar lang genoeg in blijft, gaat alle onderdelen, alle andere onderdelen in jouw leven, die jij, die je opmerkt, ik kom bijna onder een fietser. Ik word bijna overreden door een fietser. Maar zul je gaan merken dat alle andere onderdelen in jouw leven die nog niet lopen, liefde, werk, geld, gezondheid, noem maar op, gewicht, die nog niet zo lopen zoals je graag zou willen, dat die ook, doordat jij focust op je goed voelen en dat je dominante intentie gaat laten zijn, dat die ook hun plek gaan vinden en dat die ook in het positieve gaan keren. En ineens, als jij je aandacht ervan afhoudt en je focust op iets wat wel positief is in je leven, zul je gaan merken dat je gezondheid gaat shiften. Zul je gaan merken dat je minder pijn hebt. Zul je gaan merken dat je er minder mee bezig bent. En ineens denk je er weer eens aan en denk je, hey, Verip, ik voel me beter. Of je kijkt in de spiegel en je ziet ineens, hey, Verip, mijn huid gaat de goede kant op. Doordat je de focus vanuit het negatieve, vanuit het tekort ervan afhaalt, gaat het juist stromen. Dus kies de vibratie. Laat dat je dominante intentie zijn. Het is wat minder makkelijk in het Nederlands gezegd. Let that be your dominant intent. Dus je dominante intentie. Laat dat je belangrijkste intentie zijn. Ik kies de vibratie als eerste. En alles wat ik wil zal zich gaan invullen doordat ik focus op me goed voelen. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dat is. En vooral ook dat het allerbelangrijkste is in het hele manifestatieproces. Niet je woorden, maar je gevoel. Je gevoel is altijd leidend en je gevoel bepaalt altijd waar je bent. En als het jou niet lukt om een shift te maken op het onderwerp, hè, voor wat betreft het onderwerp waar je een shift in wil maken, dan is echt mijn advies, haal je focus van het onderwerp volledig af. Vanuit het vertrouwen, als ik dat doe, ga ik er sneller komen. Ik hoef er niet continu op te focussen. Ik mag het loslaten. En juist door het los te laten, ga ik er sneller komen. Wanneer weet je of je het echt volledig los hebt gelaten? Als je niet meer opmerkt dat je er nog niet bent. Dat is hoe je dit kunt meten. Op het moment dat je merkt dat je niet meer opmerkt waar je nog niet bent, ben je er. Dit is even eentje om te laten bezinken. Op het moment dat je niet meer opmerkt dat je er nog niet bent, dan ben je er. Kies de vibratie. Laat dat dominant zijn. Kies je vibratie. Kies hoe jij je wil voelen. En vertrouw erop dat alle onderwerpen die nu nog niet lopen zoals je graag zou willen, op zijn plek gaan vallen. Dat die zich gaan ontvouwen op een manier die pleasing is voor jou. Een manier waarop jij het wil. Want al jouw wensen, al je verlangens zitten al in je vortex. Het is niet zo dat je daar continu op moet blijven focussen. Wat jij mag doen, is je goed voelen. En daar mag je op focussen. Hey. En als je merkt dat je daar steeds beter in wordt, zul je ook daar de vruchten van gaan plukken. Je weet dat je daar steeds beter in wordt door de realiteit die zich gaat manifesteren. Je krijgt daar acuut resultaat van. En met acuut bedoel ik niet binnen 5 minuten of binnen een dag, maar wel op hele korte termijn. En dan weet je dat je die shift hebt gemaakt. Dus hele belangrijke, laat het even bezinken. Laat het echt even bezinken. En weet ook, ik ben er pas. En dan bedoel ik op die plek van het echt loslaten. Ik ben er pas. Als ik niet meer de behoefte voel om op te merken waar ik nog niet ben. Ik wil echt dat je die even laat binnenkomen. Dan heb je echt losgelaten. Op het moment dat je niet meer opmerkt dat je nog niet hebt wat je wil. Dat je nog niet goed voelt. Dat je dus je huid nog niet beter is. Stop met dat op te merken. Als je het opmerkt, betekent het dat je dus weer gefocust bent vanuit het tekort. En dat je het niet los hebt gelaten. En ja, dit is misschien in het begin een uitdaging. Maar nogmaals, dit kun je trainen. Dwing jezelf, en dat bedoel ik echt in positieve zin, heb de discipline om hiermee aan de slag te gaan. Hoe mooi is het als 2021 in het teken staat van vet goed worden in het bewust toepassen van de Law of Attraction in je voordeel. Dat jij de keuze maakt nu. Het wordt mijn intentie voor dit jaar. Een van mijn verlangens is om zo goed te worden in het bewust toepassen van de Law of Attraction in mijn voordeel. Dat ik 100% in het vertrouwen kan stappen en 100% het vertrouwen voel.
dat ik alles kan bereiken wat ik wil. En ik hoef het niet af te dwingen, ik hoef het niet te controleren, ik hoef de tijd niet te controleren. Ik vertrouw en ik vertrouw echt volledig. Ik denk serieus, denk is niet eens het goede woord, ik weet dat dit de allerfijnste plek is om te zijn en de aller lekkerste manifestatie is die je maar kan hebben voor jezelf. De allerlekkerste plek waar je maar kan zijn. Want vanuit daar, als je echt 100% in dat vertrouwen zit, lukt alles. En dat is waar je wil zijn. Alright, ik heb geen idee hoe lang ik al aan het lullen ben. Een kwartiertje, oké, het valt mee. Ik ga het hierbij laten, want dit is wat ik wilde delen vandaag. Ik hoop heel erg dat die binnenkomt. Geniet van je week. Ik spreek je sowieso morgen weer, maar toch, geniet van je week. Geniet van deze maandag. Maak er meteen iets positiefs van. En op het moment dat je merkt dat iets je dwars zit, dat iets maar niet lukt, dat iets maar niet vooruit gaat. En het irriteert je, of het nu gezondheid, geld, liefde, gewicht, baan, alle onderwerpen, maakt niet uit welk onderwerp. Kies eens om het los te laten, om het echt vanuit vertrouwen los te laten. En dan niet opmerken. Je mag opmerken op het moment dat het een positieve opmerking is. Dus je mag het opmerken in de zin van kijken waar je bent. Mag je doen. Maar op het moment dat het vanuit positiviteit is. En niet vanuit kijk eens waar ik nog niet ben. Kijk eens het lukt niet. Kijk eens het duurt lang. Zie je wel, dit werkt niet. Ja, je snapt wat ik bedoel. Dat is het grote verschil. Alright, gun jezelf dat in 2021. Het is het grootste cadeau wat je zelf kan geven. Toppertjes, bedankt voor het luisteren. Deel deze aflevering alsjeblieft als je hem waardevol vond. Maak even een screenshot of neem even iets op. Of zet er even iets bij wat jouw grootste takeaway was van deze aflevering. Want dat inspireert vaak ook een ander om te luisteren. Als jij er iets bij schrijft van, god, dit heb ik eruit gehaald. Je helpt mij er in ieder geval enorm mee. Thank you en ik schrik je morgen.